Als je kiest voor de PABO, dan ga je natuurlijk naar een opleiding met een heel duidelijk beroepsperspectief. Je kan nog differentiëren in oudere kind, jongere kind. Maar als je dat doet, zal het altijd nog betekenen dat je nog steeds een diploma krijgt voor de hele basisschool. Nee, dit is geen droom. Dit is echt. Zal hij echt koning worden? Elke dag begin je met een gebed. Je leest een verhaal uit de Bijbel. Nou, ik vind het ook erg belangrijk dat een kind die bagage meekrijgt. En daarom ben ik ook erg blij dat ik uiteindelijk voor In Holland heb gekozen. De praktijk is het hart van de opleiding. Vandaar dat ze ook in september al gelijk naar de stage gaan. Je gaat kijken wat je begeleider voor lessen geeft, hoe ze daarmee omgaat, hoe ze met de kinderen omgaat, met de collega's, tijdens de pauzes, hoe dat gaat. Echt de moeite waard, echt heel leuk. Je laat eens even allemaal je nummer zien, zodat ik goed kan zien of iedereen goed staat. Je leert ze iets wat ze 's ochtends nog niet wisten en 's middags gaan ze naar huis met meer kennis dan waar ze mee op school zijn gekomen. En dat vond ik gewoon heel uitdagend en heel, heel leuk. Oké. Ja, zijn jullie er klaar voor? Ik ben echt stil. De reden waarom ik me hier zo op de PABO thuis voel, heeft meer te maken met de sfeer hier op school. Dat heeft te maken zowel met de docenten als studenten. Lessen die wij hier krijgen op In Holland zijn eigenlijk heel gevarieerd. Het gaat gewoon van standaard aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen tot ontwikkelingspsychologie en de manier hoe we kinderen een taal leren, een taal beheersen. Die variatie, dat maakt het juist ook alweer heel erg interessant. Het leukste aan de opleiding is dat je echt actief bezig bent en ik ben een echte doener. Ik hou niet ervan om al te lang op de stoel te zitten. En doordat je dan zo actief bezig bent, maakt het alles leuk.